De afdeling Sociale Bijstand van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is bijkans een maand in actie. Rigonnie Riedewald, wijkhoofd van de Dienst Algemeen Maatschappelijk Zorg, AMZ, zegt dat een rookontwikkeling op 2 april jongstleden voor de nodige paniek had gezorgd. Het hoofd geeft aan dat niemand een ongeluk heeft gehad. De omgeving is echter onveilig omdat het gebouw maar 1 in- en uitgang heeft. Het personeel wil onder veilige omstandigheden werken, benadrukt het hoofd. Riedewald zegt verder dat minister Christine Polak van SOSAVO op de hoogte is gesteld van de omstandigheden waaronder het personeel dagelijks moet werken. En na 3 dagen geen reactie te hebben ontvangen, hebben wij gemeend om dan een petitie te overhandigen aan de minister met onze pijnpunten natuurlijk. En daar aangekomen werden we onheus behandeld door de minister. Eigenlijk wilden ze niet dat we die petitie moesten voorlezen, maar ik weet van een petitie ga je voorlezen alvorens je die overhandigt. En daar is het een beetje misgegaan en we hebben ons na 2 dagen gewend tot de voorzitter van de assemblee en kabinet van de president. En we hebben op die bewuste dag na, denk ik, 3 uurtjes wel een uitnodiging gehad van het bureau van het kabinet. Dat we de volgende dag ontvangen zouden worden. En wat schetst ons de verbazing dat die meeting niet door mocht of niet kon. Riedewald zegt verder dat na alles wat zich heeft voorgedaan, de leden aangesloten bij de bond, minister Polak niet meer als gesprekspartner accepteren. Want we zijn al een stapje verder gegaan. Dus wij van de leden vinden dat we de bond niet terug kan naar de min. We gaan het dan misschien via de president of via de voorzitter van de assemblee een oplossing zoeken. En daarmee zijn we nu bezig. En we gaan zo lang door totdat die oplossing komt. Dus daarom ziet u ons dagelijks buiten zitten tot 11 uur. En we worden niet moe. We willen wel een oplossing. Ik heb geloof in, want wanneer je problemen hebt, de begin smaakt dat te in een odo bouw je zo zei passie. Te mi bouw mi zo no zei passie, mi me ki bari, dat hoop ik. En ik denk ook dat men gehoor zal geven, ja. Ik heb het geloof wel. Omdat we kinderen van Suriname zijn. We komen, wij als AMZ, dat is het belangrijkste, zijn het hart van het ministerie. Want nu zijn zoveel cliënten die hun financiële bijstand moeten komen verlengen en komen tekenen en komen ontvangen, die zijn nu de dupe daarvan. AMZ dus het hart van het ministerie volgens Riedewald. Wijkhoofd is van de Dienst Algemeen Maatschappelijk Zorg, afdeling Sociale Bijstand van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Onze nieuwsdienst sprak haar vanmorgen naar aanleiding van de actie die nu langer dan 3 weken wordt uitgevoerd.